We staan hier aan de Broekdijk en dan wel aan de Nunense kant. En de Broekdijk is een hele mooie authentieke weg die loopt van Nuenen tot aan Son en Breugel. En deze weg was al heel lang aan renovatie toe. Zowel de bestrating was dus voor het slecht en ook de veiligheid liet voor te wensen over. Dus in 2019 heeft de gemeenteraad uiteindelijk unaniem besloten om de weg opnieuw in te richten. Nou ja, kijk naar het resultaat. Het is een hele mooie, authentieke weg gebleven door de bestrating die we gekozen hebben. En daarnaast een supermodern fietspad. Nou, dit was een mooi project voor ons, omdat er een uitdaging lag om de aanwonenden toch bereikbaar te houden. Ja, met name de agrarische bedrijven, dat moest heel kort afgestemd worden, van dag tot dag, om onze werkzaamheden en die van hun op elkaar af te stemmen. En ja, dat ging eigenlijk bijzonder goed. De gemeente Nuenen heeft voor de bestrating wederom gekozen voor gebakken klinkers, om eenzelfde beeld te krijgen als voorheen. De gebakken klinkers hebben wij aangebracht met een Tigerstone. Tigerstone is een machine, zodat we de klinkers machinaal kunnen aanleggen. Ik ben heel blij met het eindresultaat, om diverse redenen. We hebben voor de recreanten een heel mooi fietspad erbij gekregen. We hebben voor de inwoners van het dorp een stuk geasfalteerd wegdek gekregen, waardoor het een stuk rustiger is. En gelukkig zijn er ook heel veel bomen blijven bestaan, dus de natuurliefhebbers die zijn ook gehoord. Dus als dorpsraad kunnen we wel zeggen dat er met alle verschillende belangen heel goed rekening is gehouden. Nou, een enorm verschil. Vroeger was het echt een ongelijk liggend fietspad met klinkers, met spleten ertussen. En nu is het zo strak als een biljartlaken. Dus ideaal als we van een lange rit terugkomen en we zijn moe, dan hoef je hier nauwelijks nog te trappen. Perfect.